Yes, daar zijn we weer. En wat staat er op het menu vandaag? Wel, deze nieuwe elektrische MG Marvel R. Een auto die aan de binnen- en buitenkant knipoogt naar modellen van een niet nader te noemen Amerikaanse EV-pionier. Kom maar mee met mij ontdekken. Voor we de auto meer in detail gaan bekijken, eerst een woordje uitleg over het MG van vandaag. Achter die Engelse naam schuilt immers het Chinese SAIC. Vrijwel ongekend bij ons, maar het is allesbehalve een kleine speler. Het is de zevende grootste autogroep ter wereld met een jaarlijkse productie van maar liefst 7 miljoen exemplaren. Het cijfertje 7 heb ik nu al twee keer aangehaald en ik ga het er nog een derde keer bij sleuren. De ganse auto geniet namelijk van 7 jaar garantie. Maar die auto, hoe positioneert die zich eigenlijk? Wel, deze MG Marvel R is een ruime elektrische gezinscrossover. In het gamma van MG komt die tussen de EHS, die we reeds in deze rubriek voorstelden, en de aanstormende nieuwe MG 5. Bijna 4,7 meter lang, met plaats voor 5 inzittenden en een flinke hoeveelheid bagage. Vooraan zit bij de two-wheel drive een frunk van 150 liter, achteraan past minstens 357 liter en met de bank plat wordt dat net geen 1400 liter. Hier aan de binnenkant kan ik niet anders dan beginnen met het verticaal opgestelde centrale scherm. We weten allemaal waar MG daarvoor de inspiratie haalde. Het scherm is bijna 20 inches groot en toch monteert het merk nog enkele fysieke knoppen. Een andere observatie dan. MG wil duidelijk naar de premiumhoek van het EV-segment. We besteden een hoop aandacht aan de materiaalkeuze. Zo zijn er veel zacht aanvoelende oppervlakken, duidelijk zichtbare stiknaden en er is niet gekeken op een sierlijstje meer of minder. Het geldt trouwens ook voor de uitrusting, hè, met niet alleen het centrale scherm, maar ook digitaal instrumentarium voor alle versies. Elke MG Marvel R heeft 70 kWh accucapaciteit. Daarnaast zijn er twee aandrijfopties, 180 pk voor de achterwielen of 288 pk met vierwielaandrijving. De eerste geraakt volgens de WLTP-cyclus 402 km ver, de tweede 370. In beide gevallen kan je van 5 naar 80% snelladen op 43 minuten. Ik ben vandaag op stap met de vierwielaandrijver die, zoals gezegd, naast 288 pk ook nog eens 665 Nm onder het gaspedaal verstopt. De auto weegt bijna 2 ton, maar dat lijkt geen invloed te hebben op de prestaties. Een sprintje naar 100 km per uur doet hij vlotjes in minder dan 5 seconden. Aan het einde van de video vertel ik altijd nog iets over de prijs en dat is vandaag niet anders. De instapversie kan je kopen vanaf €45.985. Deze versie, die alle vier de wielen onder stroom zet, kost dan weer minimum €50.485. En opties die zijn er nauwelijks. Je kan eigenlijk enkel bijbetalen voor een ander kleurtje aan de binnen- of de buitenkant.